Ik sta hier in de Anthony Nesty Sporthal met DC Nerkus. DC, wat zal er vandaag allemaal hier plaatsvinden in de Anthony Nesty Sporthal? Goedenavond, goedemorgen. Dus we wachten op die stemkits en de mensen van de stembureaus om binnen te komen. Het is nu om en bij 1 uur. Hoe laat verwacht u ze, de eerste? Ik kan je niet zeggen. Het hangt van de mensen van de stembureaus zelf af. En heeft dit te maken dat het late uur, omdat de mensen 2 uur later mochten stemmen en nu is dat alles gaan verschuiven? Wel, het kan wel hebben gespeeld, omdat je dan niet moet tellen enzovoort. Dus ik denk dat alles met gemiddeld 2 uur verschoven is. Maar het is... Laten we kijken wat het wordt. Gedurende de hele dag hebben we gehoord over de stembiljetten van de RR-leden die verkeerd waren geplaatst in andere resorten. Hoe is dit gebeurd? Kijk, wij als commissariaat hebben daar niet echt zicht op. Toch? Wij kregen de dingen al verpakt per resort. Dus het is sorteren, stempelen, afgeven en regelen voor de stembiljetten. Dus, en als ze bij je komen, dan ga je niet alle stembiljetten weer overmaken. Dus ik denk dat het zal zijn oorsprong hebben in vermoeidheid waarschijnlijk en zo. Toch? Dus... ik weet dat niet, ik kan er geen woord over vellen. Toch? Maar we hebben zo veel mogelijk in samenwerking met OKB bepaalde procedures ingezet om te proberen het te corrigeren. En is er al duidelijkheid als de mensen terug zijn gegaan om te gaan stemmen? Ik heb begrepen dat op bepaalde van de stembureaus de mensen wel zijn gegaan om dat gedeelte te corrigeren. Maar uiteindelijk ga je het resultaat zien pas wanneer het stembureau binnen is. En wat zou er dan kunnen gebeuren? U zegt uiteindelijk ga je het resultaat zien pas als het stembureau binnen is. Kan het voorkomen dat eigenlijk de RR-verkiezingen opnieuw gedaan moeten worden? Ik kan daarover nog geen uitspraak doen. Omdat we vandaag ook hebben gezeten met de voorzitter van OKB. En alles is in samenspraak met de OKB-voorzitter gebeurd. Als ook afhankelijk van de 2 uur verschuiving ook met de partijvoorzitters van de politieke partijen. Dus wat dat traject betreft, dan kunnen we morgen meer daarover praten. Laten we even kijken hoe het eruit ziet. En dan na de gesprekken dan gaan we dan samen. Omdat uiteindelijk is OKB ook een deel van het verkiezingsgebeuren. En we moeten dat gezamenlijk doen, dus that's it. Als u een evaluatie moet maken en terugkijken op de dag... zijn de verkiezingen vlot en goed verlopen? Kijk, verkiezingen lopen altijd als ze moeten lopen. Er waren niet veel noemenswaardige dingen. Toch? Dus het is, let's see what how it goes. Toch? Men geeft dan een soort, men geeft nu al een voorlopige prognose. Toch? En van wat ze nu binnen hebben. Dus laten we kijken wat het resultaat is at the end of the day. Bent u het eens met mevrouw Van Dijk, Silos van het OKB? Ze geeft aan, dit zijn een van de verkiezingen die het slechtst zijn georganiseerd in Suriname. Wel, dan zullen we dat laten voor... Die uitspraak zullen we laten voor rekening van de voorzitter van OKB. Dus en ik denk dat ik de voorzitter van OKB moet bespreken waar ze er niet bij is om zichzelf te verdedigen. Dus dat zou niet correct zijn. Toch? Maar ik heb mijn eigen mening daarover. Toch? En dat vind ik dat iedereen moet respecteren. En zij heeft haar mening. En dan respecteren we ook haar mening. Eigenlijk heeft ze het gedaan op basis van feiten en omstandigheden. Hoe kijkt u daarnaar? Is haar zienswijze. Ik heb mijn zienswijze. Wij hebben onze zienswijze. Zij heeft haar zienswijze. Toch? En zij heeft respect voor de onze. Ik heb respect. Wij hebben respect voor de hare. En daar blijft het bij. DC, hoe laat mogen we weer contact met u maken? Zodra je wil. DC, ik heb toch een vraagje. Kunt u de kijkers kort uitleggen wat de procedure is? We zien tafels met de verschillende resorten. En wanneer de zaken allemaal hier aangekomen zijn, wat moet men allemaal doen? Zo, wanneer ze binnenkomen, dan afhankelijk van het resort waar ze thuis horen, dan melden ze zich aan. En dan wordt de kit ingenomen met de stembiljetten enzovoorts. Toch? En dan wordt het dan in de... achter de dranghekken gezet waar ze thuis horen. En we begrijpen dat het publiek er ook bij mag zijn. Kunt u de restricties aangeven? Waar mag het publiek? Podia zijn vol, zijn leeg.
Dus misschien kunnen ze het vullen als een worstelwedstrijd. Dan mag er dus wel bij zijn. Ja, is vrij. Is openbaar voor iedereen. Mensen gaan regels houden, wat zijn de huisregels? Wel, zorg ervoor dat je niet naast elkaar zit, maar tenminste één of twee stoelen verwijderd van elkaar. En kom met je eigen hand sanitizer, want ik heb niet voor je.